Wat goed dat je kijkt naar deze nieuwe knutselvideo. En vandaag gaan we maken een... Ja, het is wel een hele gevaarlijke slang, vind ik hem, hoor. Ik vind het wel een gevaarlijke slang, ja. We gaan een heel gevaarlijke slang maken. En dat doen we door middel van een hele speciale vouwtechniek. Want dat heet ook weer... Hoe noemen we dit? Een muizentrappertje. Muizentrappertje. Nou, we gaan dus geen muis maken, maar een slang. Maar dat doen we door middel van een muizentrappertje. Trappertje, toch? Ja. Ja, ik hoop dat de kijkers het nog snappen. Ja. Intussen hebben we een echte slang. Hier. Ja. Ook zo. Zo. Ja. Komt er nog uit? Weet ik niet. Dat weet ik ook. Ja, gelukkig dat ik al bang word. Wat hebben we ervoor nodig? Lijm, een zwarte stift en twee scharen. Als je met één bent, dan één schaar. Oké. En dan hebben we papier nodig natuurlijk. Verschillende kleuren. Zit er een favoriete kleur tussen die we gaan gebruiken? Want we hebben twee, hè? Want dus, nou, de slang kunnen we twee gebruiken. Groen en blauw. Oké. Groen. En blauw. En jij snapt hoe dat vouwen moet? Ja. Oké, nou dan mag je dat mij uitleggen. Dan gaan we de rol een keer omdraaien. Mag jij uitleggen hoe dat moet doen? Want dat is voor mij echt alweer even een tijdje geleden. Fout recht. Ja? Wacht op, kopje. En dan knip je het er af op de vouwlijn. Ik kan niet zo... recht knippen. Ja, dat gaat goed. Oké. En dan hebben we denk ik nog een schap nodig. Ja? Van de groene? En dan heb je dan nog, daarna nog een blauwe nodig? Nee. Oké, dus eentje. Je hebt twee nodig. Ja, eentje per kleur. Kan wel iets dikker. Ja, ietsje spreken. Oké. Moet je ze op elkaar leggen? Ja. Een koekje. Schat ze een beetje. En moet je zo vouwen. En dan zo. En zo door tot het papier op is. Oké. Onze beurt de kleur vouwen. Ja. Zo. En heb je hem zo, dan moet je hem vouwen. En onder door. Sommige dingen bedenk ik net als dat makkelijker is om te doen. Ja. En dan heb je hem. Hij is nog best wel kort. Stuur. Deze moet ook nog aan elkaar plakken. Oké. Dan doe ik ze gewoon aan elkaar. Dan doe ik dat eventjes tongetje. Ik dacht even zo een met een stift zo en zo en dan draai ik hem om zo rond het ook. Oh. En dit doet eerst het gezichtje afmaken en dan plak je hem erop. Dan hoeven we niet moeilijk te doen met de tong. Dus dan doen we die erop, mag je die er zo op plakken. Dat is inderdaad handiger.
Ja. Heel goed. Voeten. Ja, dat lijkt wel zo'n tong, hè? Ja. Weet je wat hij met zijn tong doet? Weet je dat? Eten. En doet hij mee ruiken ook? Wist ik niet. Nee? Nou, dan weet je dat nu weer. Ook een leerzame aflevering, hè? Zo. Heel goed. Nou, ik denk dat de kijkers al zoiets hebben van dat ziet er al heel goed uit. En dat vind ik ook wel. Dan gaan we deze natuurlijk het gezicht plakken aan deze neusgaten. En de rest? Ja, heel goed. Terwijl Stacy het gezicht erop plakt, op de slang, wil ik jullie vragen om even te abonneren op dit kanaal, want dan ben je op de hoogte van de nieuwe knutselvideo's. We gaan er nog heel veel van maken. En intussen hebben we hier een echte slang. Nou ja, echte, het lijkt echt net echte. Ja. Dit is echt wel, ik vind het wel goed gelukt. Nee? Mm-hmm. Ja, vind ik wel leuk. Nou, ik zou zeggen, doop erop, op de... Ja. Dit is trouwens een olifantje. Oh, en je kan hem veranderen in een armband. Nou ja, zeg. Het moet niet kijken worden, zeg. Hey, dat is wel leuk. Ja, en dan heb je een olifantenarmband. Nou, dan sluiten we denk ik maar af samen met de olifant en de slang. Ja. Want ik vind hem heel goed gelukt. Ja. Top. Dank ik jullie voor het kijken naar deze video. Doe nog even een duimpje omhoog. Ja. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dit dan zeker. Goed gedaan. Doei. Doei. Doei.